Het is het laatste weekend van juni en dat is traditiegetrouw in Harderberg, het weekend van het Ballonfestival. Zoals u ziet zijn ze op dit moment allemaal aan het starten en gaan we zo meteen zien hoe ze allemaal de lucht in gaan. Kijkt u met ons mee? Meer dan 1270 gevaren op de baan staan. Gevaren in Europa, Australië en de hele wereld over. En vandaag dus weer in de bron van. Naast bij de voorzitter van het Ballonfestival, de heer Henk Brink. Hallo Henk. Hallo. Hoe verloopt het tot nu toe? Het gaat helemaal gesmeerd. En gisteravond ging het helaas niet door. Dat was mijn vuurdoop als voorzitter zijnde. Maar vanavond ging het allemaal goed. Vanmorgen leek het erop dat het misschien weer niet door zou gaan. Maar ze zijn allemaal de lucht in, alle passagiers zijn mee, dus helemaal goed. Wat Henk, dit keer of dit jaar voor het eerst voorzitter van het Ballonfestival. Waarom heb je hiervoor gekozen? Nou, ik ben hiervoor gevraagd en ik heb wat meer zaken gedaan voor Harderberg Promotie. Ik was jaren voorzitter van het Sinterklaascomité, vorig jaar van Harderberg 650 jaar. En ik vind het toch wel mooi, omdat ik mijn werk niet in Harderberg heb, om toch maatschappelijk betrokken te blijven bij de plaats waar je woont. En hoe is het je bevallen, de organisatie van dit evenement? Nou, we kennen elkaar natuurlijk al van andere evenementen. En dat betekent dat je zit zo weer in de flow van de zaken organiseren. En Stad Harderberg Promotie heeft het allemaal perfect voor elkaar. Dus dat scheelt enorm. Henk, wat is nou het succes van SHP, Stad Harderberg Promotie? Ik denk dat het feit dat alles in één persoon rondom Roelie bij elkaar komt. Van verzekeringen tot organisatie tot noem maar op. Dat is de kracht. En ik denk dat Harderberg moet dat koesteren. Want dat is zoiets bijzonders, dat vind je bijna nergens. Andere plaatsen proberen het te kopiëren, maar het lukt niet. En ik denk, je haalt toch in de zomermaanden tienduizenden vakantiegasten naar Harderberg toe. En het is bekend dat Harderberg altijd heel veel activiteiten heeft. En ook de middenstand vaart daar wel bij. Eigenlijk is het geheime, de geheime wapen van SHP is toch Roelie Brink. Nou goed, het zou ook iemand anders kunnen zijn, maar in dit geval doet Roelie dat prima. Ja. Absoluut. Het in het jaar 2001 is ze bekend van Harderberg Beroeming en van zijn organisatie Harderberg Beroeming. En is zojuist dus opgestegen in die hele grote ballon van de Wildkamp. En niet alleen die ballon van de Wildkamp is gewoon in mee, ook de wagenballon is. Naast mij staat Roelie Brink. Roelie kennen we natuurlijk van de vele evenementen in Harderberg. Maar Roelie is ook betrokken bij dit grote evenement, het Ballonfestival van Harderberg. Roelie, hallo. Hi. Roelie, hoe lang ben jij al betrokken bij deze ballonvaarten? Bij het Ballonfestival, dit jaar is het 22e Ballonfestival. En ik doe 20 jaar de secretariaat. We zijn begonnen met een ballonfestival met een paar ballonnen op één avond. Toen nog een jaar met één avond. En toen zijn we begonnen met een driedaags festival. En dat is steeds meer gegroeid. Nu met de feesttent erbij, met een feest driedaagse programma. Met een speciaal feest voor de gehandicapten. En het is tevens de opening van de zomerfestiviteit. Gerrit Brunink. Ja, goedenavond. We staan hier bij het Ballonfestival. En wat is jouw bemoeienis hiermee? Nou, ik zit al bijna 7 jaar in het bestuur. Ik beheer de penningen. Nou, dat is toch ieder jaar weer een beetje schrapen met sponsoren en verkoopkaarten. Nou, maar goed, het gaat nog steeds goed. En Gerrit, hoe is nou het Ballonfestival ontstaan? Oei, dit is van het jaar de 22e keer. En 22e keer. Ja, ooit ontstaan met 1 of 2 ballonnen. En dan hebben we gezegd, nou, daar moeten we een festival van maken ieder jaar. En hoeveel ballonnen gaan er vanavond de lucht in? Ik dacht 22. Dat is een aardig aantal. Dat is een heel leuk aantal, ja. En daar gaat hij hoor, de man die vandaag jarig is, opgestegen in de ballon van CGT International Transport. Wij applaudisseren vol overtuiging naar Jan Wessels uit Hengelo. En Jan Wessels uit Hengelo, jawel, een bekende hoor. Zoals gezegd, vandaag een 7e verjaardag. Ik sta hier naast Jos Warringa. Hallo Jos. Hoi, wat is jouw functie bij de evenementhal? Ja, onder andere alle evenementen organiseren, zoals een ballonfestival en concerten, bedrijfsfeesten, vergaderingen. Eigenlijk allerlei evenementen wat we doen. Nou kan ik me vanuit het verleden niet herinneren dat het Ballonfestival een samenwerking had met de evenementhal. Hoe zit dat?
Nee, klopt. Dit is het eerste jaar dat wij dit doen. We hebben er is een aanbesteding geweest vanuit de Stad Hardenberg promotie. Voorheen hebben we andere partijen dat gedaan. Hebben we meegedaan. We hebben een nieuwe service catering op locatie. Nou, daar past dit natuurlijk perfect in. Het is natuurlijk een risico-evenement. Het weer speelt mee. En de eerste dag, gisteren was iets minder, maar nu wordt het beter. Goedenavond heren, jullie gaan de lucht in. Ja, ik mag met Peter van Harte samen een ballon varen. Ja. Ja, geweldig. En vertel eens, kijk je er naar uit? Ik kijk er altijd naar uit. Het is iedere keer weer een spektakel om mee te maken, ballon varen. En onder een bankje, hè? Je zit gewoon onder een ballon op een bankje. Wat wil je nog meer? En dit is de eigenaar van de ballon? Ja, dat klopt, ja. Vertel eens, wat is dit voor ballon? Het is een Cameron ballon en we noemen het inderdaad een Duo Air Chair. Hij komt uit Engeland en gemaakt om met z'n tweeën recreatief op een bankje door de lucht te gaan.